Waarom heb ik die posten gekozen? Die posten geeft een krachtgevoel van samenhorigheid in het leven en solidariteit krachten door te geven aan elkaars. De kloof tussen arm en rijk wordt al maar groter. Met geld en voedselpakket alleen kom je er niet. Om armoede structureel te bestrijden moet je naar de binnenkant durven zien. Mensen in armoede schamen zich. Ze zijn bang om nog meer te verliezen. Daarom tonen ze niet altijd wie ze echt zijn. Ik geef regelmatig voorbeelden over armoede aan leerkrachten en directies. Waarom ik dit vooral doe, is omdat de mensen beter zullen begrijpen wat er een mens in armoede omgaat. Bij de vormingen benadrukken we wat armoede doet met een mens van binnen. En waarom we soms reageren zoals we reageren. We merken het effect van ons vormingen. Welzijn zorg heeft mij veel bijgebracht en verandert niet mijn leven. Ik ben sterker.